Nou, het kan beginnen hoor, de lange rij bij de vuurwerkwinkels. Vanaf vanmorgen vroeg kan het namelijk weer gekocht worden. De pijlen en de potten en de knallers. Wat hoorden wij nou gisteren? Fluitbuis. Ja, dat zit in de reclame bij ons. Ja. Fluitbuizen. Maar dat is, ik weet niet of dat een ding is. Verslaggever Floyd Tane heeft misschien meteen een antwoord. Want hij staat bij een vuurwerkwinkel in Breda. Fluitbuizen. Zegt het je wat, de fluitbuis? Ja, daar moet ik even over nadenken, Maarten. Fluitbuizen, ja. daar kan ik me nou niet zoiets bij voorstellen. Maar hier in Breda hebben we alleen het echte Gerve vuurwerk. Ah, ja. Prachtig mooie boksen met de siervuurwerk, de shots, de gele zee en de Vision Ecstasy. Jackhammer, allerlei prachtige Time Machine Compound. Het zijn de meest spectaculaire namen. Kylin, Lion, Heroes, Yangtze River. Het kost allemaal een vermogen, zie je wel. Maar het is wel mooi als het afgestoken wordt. Allemaal siervuurwerk met wat knalwerk. Een Breda-pakket, daar zitten schijnbaar de mooiste siervuurwerk-componenten in. Speciaal gemaakt voor de klanten hier van Kees van Horst. We gaan toch even vragen, want de mensen zijn inderdaad hier in de zaak om hun vuurwerk af te halen. Hallo, hi. Mag ik jou even wat vragen? Vanochtend vroeg vertrokken? Ja, heel vroeg, 5:30, dus een mooie tijd. Ja, waar kom je vandaan uit Breda? Nee, uit Oostvoorne. Oostvoorne, dat is even rijden. Ja, het is een uurtje rijden. Dus, waarom kom je hier in Breda speciaal het vuurwerk halen? Omdat ze hier hele mooie prijzen hebben, een breed aanbod. En ze hebben de Breda's Finest Box samengesteld. Het is echt een heel mooi ding. Dus de moeite waard om een uurtje voor te rijden. Ik kan me ook zo voorstellen dat ze in Oostvoorne ook een intratuin hebben. Of een boerenbond of een shoppie waar ze vuurwerk verkopen. Ze hebben wel een vuurwerkpunt, maar daar betaal je heel veel voor in december. En hier is het een stuk goedkoper en een heel ander aanbod. En als je als liefhebber kom je toch voor specifieke dingen. Dus. Ja, liefhebber, je bent er vroeg bij, vroeg vertrokken. Geef je ook veel geld uit? Ja, dat valt mee. Ik heb niet zo'n heel groot budget. Er zijn mensen die nog wel veel grotere budget uitgeven. Wat is het budget een beetje, als ik vragen mag? Is het rond de 350-400. Ja. Dus. Vind ik een hoop geld voor vuurwerk. Ja, dat kan. Maar ja, goed, ik vind het een mooi bedrag, weet je wel. En het is ook het is maar één keer per jaar, dus ik geef het er graag aan uit. Wat ga je hier meenemen wat in Oostvoorne niet te koop is? Nou ja, de Breda-box een aantal dingen van Evolution, Red Ghost en Concerto Rosso. Vind ik een hele mooie pot en ben ik speciaal voor gekomen. Dus, Speciaal voor gekomen, maak de bestelling af. Fijn uiteinde en lekker afsteken. Je kop knalt helemaal uit elkaar van alle termen en alle potten en pannen en vuurpijlen die hier te koop zijn. En wat het allemaal kan en wat het allemaal niet kan en wat het kost. En zo, ik moet het allemaal eventjes laten bezinken. Maar dat de mensen er helemaal van bezeten zijn, dat is wel duidelijk. Ja. Want Floyd, jij bent sowieso al een beetje stuiterballetje plus. Maar word jij nou extra enthousiast voor al dat vuurwerk? Ben jij ook een vuurwerkkoper? Nou, ik moet zeggen dat op zich wel veel meevalt. Ik heb geen €400 eraan over. Maar ik ga wel een pakket ergens halen en dat inderdaad wel afsteken. Want het jongetje in mij komt dan wel erg naar boven. Ja. Om dat eventjes s'avonds toch een beetje al dan niet in de spanning te doen. Dus, maar geen €400, maar er gaat zeker wel wat de lucht in. Okay. En voor zolang het nog kan natuurlijk ook, Floyd. Want de discussie over of vuurwerk nog mag, die is ook volop losgebarsten. Doe wij en Roos dan die moeilijk over, Maarten. Goed, Floyd. We komen zo meteen nog een keer bij Floyd terug. En dan kan hij nog even snel uitvinden of wat een fluitbuis is. Fluitbuis, gewoon omdat ik het wil weten.